Ikke, jij had een normaal leven daarvoor Ja. en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Pardon. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijke hier hanteert. Pardon. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht dat kan niet. Dat. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt sorry, niet wat echt, er hier sorry. Nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet wel. Plus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ja, ik vind dus dat die echt niet kan worden genoemd. Maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want stond. Goed. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, dames en heren, excuseer. Excuseer, ons mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de. Ja, meneer, jij had een opmerking, een... Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, maar dat gebeuren is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Ergert u een half uur. Dit kan voor mij uitgeraakt te worden, vlak in het gezicht van het excuseer, ik ga het niet aanraken. Het was een complot.